Een hele goede morgen. Wij onderscheiden CEO van RTL Nederland, Bert Habers, die zojuist op de gong sloeg. Onder andere ook zenderdirecteur Marco Laurens, baas van het nieuws Harm Tazelaar. En vele, vele andere onder wie collega's Diana Matroos en Peter van Zadelhof. Met deze klap op de gong is niet alleen de beursdag geopend, maar ook dit is de aftrap van het nieuwe RTLZ. Een hele goede morgen. RTLZ. Tot zover deze zender, of deze uitzending moet ik zeggen. Wij zijn over een paar minuutjes terug met Dirk Veenstra. Kijken we dan naar de financiële markten. Graag tot zo.